waar het zit, waarbij recht gedaan wordt aan ieder persoon die daar momenteel woont. Ja. Er zijn ook veel interrupties op dit thema. Ik stel voor dat we het vraag-antwoordspel een beetje beknopt te doen, want we hebben ook nog een minister die de hele wereld moet behandelen. Dus de heer Kuzu voor zijn derde interruptie. Ja, voorzitter, dit zijn de klassieke afleidingsmanoeuvres. Er is sprake van geweld, er is sprake van annexatie, er is sprake van bezetting. En het antwoord van de ChristenUnie is aan de ene kant, ja, we moeten de Oslo-akkoorden uit 1992 naleven. Ik herinner de heer Ceder eraan dat we in 2023 zitten en dat er in de tussentijd nogal wat is gebeurd. Namelijk nog meer escalatie, nog meer geweld, nog meer annexatie, nog meer bezetting en nog meer leed onder groepen mensen. En aan de andere kant de afleidingsmanoeuvre van ja, we moeten verzoenen terwijl we zien dat er sprake is van illegale handelingen van de Israëlische regering. Vindt de heer Ceder dat niet een beetje te makkelijk en misschien zelfs een beetje hypocriet? De heer Ceder. Ja, voorzitter, ik probeer het heel rustig te zeggen, omdat ik ook heel integer naar dit conflict probeer te kijken. Daarom ben ik er vorig jaar ook geweest. Heb ik geprobeerd met een open blik naar iedereen te kijken, de perspectief te horen. En wat mij opvalt, is dat bijvoorbeeld u het heeft over één kant. En weet je, daar valt het voor te zeggen. Maar de terroristische aanvallen de afgelopen weken op Israëlische burgers, onschuldigend gebeuren, noemt u niet. Daarmee wil ik niet zeggen dat het een wijscijferaar is. Dat wil ik niet zeggen. Wat ik probeer aan te geven is dat het conflict ingewikkelder is dan dat u nu momenteel schetst. Dat u een eenzijdige benadering neemt. En mijn conclusie daaruit is dat helpt niet. U probeert het, dat helpt niet. Wat wel helpt, daar heb ik geld voor uitgetrokken. Daar heb ik ook gezegd, dat je zou moeten instellen in dat mensen met elkaar in gesprek gaan en vanuit daaruit de oplossing voor vrede zou moeten komen. En daar blijf ik bij. Ja, voorzitter, dit is mijn laatste interruptie. Ik wil me uitspreken tegen geweld. Ik wil me uitspreken tegen de terroristische aanvallen. Ik wil me uitspreken op het moment dat er een onschuldige burger wordt vermoord. Een onschuldige Israëlische burger wordt vermoord door een terroristische aanslag. Daar spreek ik me hierbij tegen uit. Is de heer Ceder dan ook bereid zich uit te spreken dat er sprake is van een illegale annexatie van de westelijke Jordaanoever? De heer Ceder. Voorzitter, zoals ik heb aangegeven, maar daar kunnen we het nog lang over hebben met elkaar. Nee, wat ik heb aangegeven is dat er afspraken zijn gemaakt over hoe je tot een oplossing komt. Die zijn juridisch vastgelegd in de Oslo-akkoorden. Dat betekent dat zolang er nog geen afspraken zijn door twee partijen die beide accepteren dat ze dat zo gaan regelen, dat er sprake is van een heel ingewikkeld en grijs gebied in juridische zin, in praktische zin, dat weet u ook. Ik zou heel graag willen, en dat benadruk ik bij deze, dat er recht gedaan wordt aan ieder persoon daar. En het is ongelooflijk ingewikkeld. Maar wat ik constateer, is dat druk, dwang of drang van de EU niet geholpen heeft, ook niet helpt. Wat ik wel zie, is dat verzoeningsprojecten, wanneer mensen die geboren zijn of wonen in nederzettingen en mensen in Palestijnse dorpen die ervaren dat ze daar, weet je, dat ze bekneld zijn, als die elkaar ontmoeten, ook zien, wij moeten samen een oplossing vinden. En daar trek ik geld voor uit. Mede ook door uw steun. U heeft het ook gesteund. En ik denk dat dat de ruimte is die wij hier hebben in deze Kamer. Maar ik spreek er graag verder over, omdat ik denk dat hier... We gaan eerst naar de heer Van der Lee en vervolgens zo meteen naar de heer Jasper van Dijk. Heer Van der Lee. Ja, ik wil toch maar dan op een andere manier even hier op de hoor. Kijk, wij hebben allemaal trouw gezworen aan de grondwet. En daarin staat dat we actief de internationale rechtsorde moeten bevorderen. We leven in een wereld waarin dat op vele fronten nodig is. Maar het ook belangrijk is dat je daar consistent in bent. Want anders verlies je dus support. We zijn nu bezig met de Global South proberen weer te overtuigen van help ons om Oekraïne te steunen tegen een agressor. Maar dan moet je ook optreden en niet alleen van bottom-up als er aantoonbaar sprake is van een schending van de internationale rechtsorde. En notabene de hoogste diplomaten die de Unie heeft geweerd worden door een land. Dan kun je niet zeggen, ja, ik geef wat subsidies aan maatschappelijke organisaties. U hoeft van mij niet allerlei uitspraken te doen, maar u moet nu wel, de ChristenUnie zou het wel aan de regering moeten vragen, welke stap zet Nederland samen met de Unie daar nu tegenover? Dat kan toch niet zo zijn? Dat kunnen we toch niet over onze rug laten gaan? De heer Ceder. Nee, voorzitter, maar ik zeg ook elke stap om ervoor te zorgen dat er een oplossing komt, dat steun ik. Dat juich ik toe. Vanuit diplomatiek niveau, van politiek niveau, ook op maatschappelijk niveau. Wat ik constateer, ik zit inmiddels al 2 jaar in de Kamer en elke keer wanneer we het over buitenlandse zaken hebben, dan gaan we proberen het conflict op te lossen. Ik doe daar ook aan mee. Is dat dat niet lukt en niet werkt. Ik ben er ook geweest, omdat ik ook echt wel wil begrijpen wat daar precies speelt en daaronder onder ligt. Nou, we zijn allemaal geweest. Nou, mooi. We kunnen een goed gesprek daarover hebben.
Maar als er, vanuit politieke zin geholpen kan worden richting een oplossing, dan juich ik dat van harte toe. Wat ik echter constateer, en dat heb ik net ook geprobeerd aan te geven richting de heer Kusu. Ja, laten we niet in herhaling treden. Nou, goed. Dan volgens mij delen wij het doel dat alles wat werkt aan de oplossing, dat moeten wij steunen. Wat ik alleen constateer is dat de afgelopen jaren deze stappen daar niet aan hebben bijgedragen. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. De heer Van Leen. Ja, kijk, en het komt ook omdat wij zelf ook in Nederland een impasse creëren op dit dossier, waarbij een deel vindt we moeten harder zijn en een deel vindt helemaal niet. De regering zit in het midden en is veroordeeld tot met de handen op de rug kijken naar wat er gebeurt. En de ChristenUnie bestendigt die impasse. Maar goed, als ik het goed beluister, als de regering nu zegt we gaan een diplomatieke stap zetten, dan is de ChristenUnie ermee eens. Dus dat is winst. Wil de heer Ceder hier nog op reageren? Dus niet echt vraag. Als er diplomatieke stappen gezet worden om ervoor te zorgen dat het conflict opgelost wordt, dan juich ik dat toe. Alleen, wat is een oplossing? Dat is wat de twee actoren zelf bepaald hebben. Dat is als beide partijen tot een oplossing komen waarvan ze beide zeggen, hier tekenen voor. Nou, als Nederland daarin kan bijdragen, dan is het goed. Nederland heeft een visie zonder een rol daarin. Want je ziet dat Nederland met beide partijen kan praten. Nou, dat is dan mooi. En wat ik zie, wat Nederland het best zou kunnen doen, is juist vanuit de maatschappelijke civil society dat opbouwen. Omdat ik echt zie dat dat bijdraagt aan die oplossing waar we zo allemaal naar hunkeren. De heer Van Dijk. Ja, voorzitter, ik ga ook een poging doen. Want van die civil society komt niet heel veel terecht op dit moment. Als je kijkt naar de praktijk op de grond, zie je natuurlijk een snoeihard kabinetsbeleid. Richting annexatie, richting bezetting, richting het uitwissen van dorpen en gemeenschappen, Palestijnse gemeenschappen. Die nieuwe regering die wil het Hoge Rechtshof uitschakelen. In feite een uitholling van de rechtsstaat dus. Is de heer Ceder bereid om daar dan een uitspraak over te doen? Want volgens mij zijn wij het allemaal over eens. Terroristische aanslagen, et cetera, zijn onacceptabel van de kant van Hamas, et cetera. Maar wat zegt u van de Israëlische regering en de nieuwe politiek die we daar vanuit horen? De heer Ceder. Nou, voorzitter, ik maak mij zorgen over een aantal juridische ontwikkelingen daar. Dus volgens mij delen we dat allemaal. En ook mensen in het land, die delen die zorgen. Volgens mij wordt daar nu ook over onderhandeld en gesproken. Ik zou dat anders doen. Tegelijkertijd merk ik op dat bepaalde toetsen die daar zijn in Nederland niet hebben. Dus het is een afbouw van iets waarvan ik denk, ja, volgens mij zou ik dat anders gedaan hebben. Maar het zijn ook structuren die we in Nederland ook niet hebben. Maar ik vind dat daar een oplossing moet komen. Want wat ik nu zie is een verdeeld land waardoor de oplossing en ook recht doen aan Palestijnen, maar ook Israëliërs die zeggen, ik wil hier vrij en veilig kunnen leven, dat de recht wordt gedaan. Ik denk dat hiermee een oplossing verder uit zicht raakt. Daar ben ik het met u eens. Maar het zwakke van het betoog van de heer Ceder is toch dat het veel weg heeft van selectieve verontwaardiging. Inderdaad, u staat altijd vooraan om landen te veroordelen als ze zich niet aan internationale afspraken houden. Maar dat is bij Israël natuurlijk ook het geval. Daar is internationaal rechtelijk sprake van een bezetting. Bent u bereid om dat te erkennen? Want dan zijn we een stap verder. Ja, voorzitter, ik ga toch, maar ze moeten het hier vaker over hebben. In de jaren 90, of niet vaker, maar wat langer over hebben, sorry. Nee, niet vaker, voorzitter. Voorzitter, in de jaren 90 hebben partijen getracht om een oplossing te vinden. Dat heeft geleid tot de Oslo-akkoorden, waardoor de situatie nu is zoals die is. Totdat de uitwerking van het akkoord, want dat heeft niet plaatsgevonden in de afgelopen 30 jaar, totdat dat niet uitgewerkt is, zit je met elkaar in de impasse. Dat betekent dat zowel de Palestijnse autoriteiten als de Israëlische regering met elkaar om de tafel moeten om tot een akkoord te komen waardoor beide partijen gedragen worden. Dat hebben ze zelf afgesproken. Alleen, voorzitter, om meerdere redenen lijkt dat steeds verder uitzicht. Dan is mijn standpunt, laten we doen wat kan om de oplossing dichterbij te brengen. En wat volgens mij niet helpt, is een eenzijdige benadering om één partij ergens toe te bewegen, waardoor de afspraak steeds verder uit zicht raakt. Dat is mijn punt. Maar ik deel uw visie als het gaat om moeten recht doen aan ieder persoon die daar zit. De heer Van Dijk, derde interruptie. We kunnen even wachten als u... Is het de start van de vergadering of een stemmingsbel?
We gaan snel naar de heer Van Dijk voor zijn derde interruptie. Nee, voorzitter, de heer Zeder wil graag een vredesproces starten. Dat wil ik ook. Ik heb nog een motie daarover aangenomen gekregen samen met mevrouw Mulder. Nou, de Europese Unie wil dat ook. Dus die stuurde daar de heer Borrell naartoe. En die wordt gewoon botweg geweigerd door die Israëlische regering. Ja, dan houdt het toch op. Dan zijn uw woorden over een vredesproces, et cetera, die zijn toch ook weinig waard als de Israëlische regering gewoon zegt, je komt er niet in, we beginnen er niet aan, we volgen alleen onze eigen weg. De heer Zeder. Voorzitter, voor mij heb ik ook aan de heer Van der Lee aangegeven, volgens mij is elke diplomatieke stap richting een oplossing, die steun ik, die juich ik toe. Dus volgens mij zou het heel goed zijn om de gesprekken en communicatie open te houden. Nou ja, dat vind ik wel. Dat het nu niet gebeurt, vraagt u mij om daar conclusies uit te trekken. Voor mij is het goed om dat gesprek gaande te houden. Voor mij is het belangrijk als partijen met elkaar om tafel gaan. Maar ik blijf erbij, als de insteek is een eenzijdige drang of dwang, dan kom je er niet. Dus volgens mij gaat u duidelijk. Nou goed, dat heb ik aangegeven. Maar dan gaan we naar mevrouw Piri voor haar inbreng. Ja, voorzitter. Dinsdag lieten de Amerikaanse autoriteiten weten dat er een Amerikaanse drone na contact met de Russische straaljager in de Zwarte Zee is neergestort. Het lijkt vooralsnog niet te escaleren, maar het incident tekent natuurlijk de instabiliteit van de situatie, als ook hoezeer deze oorlog ons aangaat. En hoewel de onzekerheid breed leeft binnen en buiten Europa, zijn er in een jaar tijd weinig verschuivingen in het aantal landen dat zich uitspreekt tegen de Russische agressie. Terecht dat er daarom nu ook vanuit de EU-lidstaten wordt ingezet op de Global South. Landen in het mondiale zuiden worden hard geraakt door de gestokte graanexport uit Oekraïne bijvoorbeeld. En het zou daarom logisch zijn als de graandeal, die hopelijk wordt verlengd, met name ten goede komt van de landen in het mondiale zuiden, die kampen met hongersnoden. En op dit moment gaan de grootste ladingen echter naar Spanje, Turkije, Italië en Nederland. Met name mais, dat gebruikt wordt als veevoer. Graag een reflectie van de minister. Voorzitter, de Raad spreekt volgende week over Tunesië. Vorige week gaf het kabinet nog bij monden van premier Rutte aan dat de migratiedeal met Tunesië wil sluiten. En deze week uit minister Hoekstra zijn terechte zorgen over de recente politieke ontwikkelingen in Tunesië. En mijn vraag aan de minister is dan ook hoe realistisch hij de kans op een migratiedeal onder de voorwaarden van de EU met Tunesië inschat. En hoe beoordeelt de minister uitspraken van de Tunesische president dat er een crimineel plan bestaat om via migratie de overwegend Arabische Tunesische bevolking te vervangen met zwarte Afrikanen? En op dit punt, tenslotte, heeft de minister ook tekenen dat Tunesië überhaupt zelf geïnteresseerd zou zijn in een migratiedeal met de Europese Unie. Voorzitter, de afgelopen weken heb ik zowel met zorgen als met hoop gekeken naar de politieke ontwikkelingen in Georgië. Zorgen om de schandalige wet die de regeringspartij Georgian Dream had ingediend en de eerste stemming over had aangenomen in het Georgische parlement, duidelijk bedoeld om onafhankelijke NGO's de mond te snoeren in het land. Maar ook hoop door de weerstand daartegen vanuit een heel groot deel van de bevolking. Op 27 februari diende ik ook Kamervragen in, waar ik nog geen antwoord op heb gekregen. En de Foreign Agents Law, de zogenaamde Russische wet, is inmiddels ingetrokken, maar de zorgen zijn absoluut niet weg. Zeker niet als je ook kijkt naar de schandalige uitspraken die leden van de regering van Georgian Dream hebben gedaan. Dus mijn vraag aan de minister, is er extra aandacht van het kabinet voor Georgië? Ook nu die wet is ingetrokken, denk ik, deelt de minister dat de zorgen niet voorbij zijn. Dan, voorzitter, de zaak die de Europese Commissie bij het Hof van Justitie tegen Hongarije heeft aangespannen wegens de anti-LHBTI-wetgeving. Premier Rutte heeft in 2021 met 17 EU-collega's zijn naam gezet onder een verklaring tegen de Hongaarse wet. België, Luxemburg en Portugal hebben zich nu inmiddels als third parties achter de commissie geschaard. En het kabinet heeft in november aangegeven zich hierbij aan te sluiten en steun te zullen verwerven bij andere lidstaten. Kan de minister uitleggen wat het kabinet inmiddels heeft gedaan of van plan is om aan deze toezeggingen te voldoen? En afhankelijk van dat antwoord, ik had aangekondigd een 2 minuten debat te willen. Afhankelijk van of de juiste stappen al gezet zijn, heb ik wel of geen motie. Dan, voorzitter, ik rond af. De ontwikkelingen in Israël zijn ontzettend zorgwekkend. De politieke macht over de rechtspraak neemt toe en de rechten van minderheden worden nog verder ingeperkt.
Er zijn grote demonstraties al geweest, een aantal ook nog grote demonstraties gepland, ook aanstaand weekend. En de rechtsstaat staat serieus onder druk. Samen met GroenLinks hebben we ook vragen hierover ingediend. Maar een vraag die ik nog, mijn laatste zin, wil stellen aan de minister. Welke stappen er vanuit de Raad worden genomen en op welke manier hij op 20 maart de nodige aandacht hiervoor gaat vragen bij zijn collega's. Dank u wel. Dank mevrouw Pieri. Dan gaan we naar de heer Sjoerdsma van D66. Ja, dank voorzitter. En ik wilde graag beginnen met alle partijen die gisteren zetels hebben gewonnen te feliciteren met hun overwinning. BBB. De heer Seder vraagt of die hier zijn. Jazeker, de PvdA zit hier rechts van mij. Maar ik moet natuurlijk beginnen bij BBB, de PvdA, Volt jaar 21 en ook Partij voor de Dieren. Het zijn knappe prestaties. En voor die partijen die serieus hebben verloren, wens ik uiteraard dat ze de komende tijd mogen rekenen op compassie van hun omgeving en hun familie. Collega's hebben duidelijke en goede vragen gesteld wat mij betreft over onder andere Rusland, het harmoniseren van de sanctielijsten. De collega van der Lee vroeg daarnaar over het belang van het confisceren van bevroren tegoederen. Collega Piri vroeg over Georgië, over de wet, maar ook de positie van Saakashvili, niet onbelangrijk om die hier te benoemen. En wat daarmee gebeurt, over Israël is gesproken, de weigering van Borrell. Wij gingen overigens ook van Europarlementariërs door Israël, niet alleen van Borrell. Dus ik sluit me graag aan bij die vraag en ik zou ook heel graag zien dat de minister van Buitenlandse Zaken daar antwoord op geeft. En ik zou ook graag zien dat hij snel antwoord geeft op de schriftelijke vragen die mijn fractie heeft gesteld over de situatie in Israël. Ik zou het grootste deel van mijn tijd willen besteden aan strategisch kompas. Dat is aangenomen eigenlijk vlak nadat Rusland Oekraïne is binnengevallen. En waarvan je natuurlijk kan zeggen, zoals het kabinet zegt, dat het een quantum leap, een quantum sprong voorwaarts is. Maar tegelijkertijd kan je ook, volgens mij net zo goed en ook terecht zeggen, dat het inmiddels volstrekt achterhaald is. En dat zou ook mijn betoog zijn, dat het strategisch kompas op stel en sprong en zo snel als mogelijk moet worden gewijzigd. Een van de belangrijkste doelstellingen, ambitieuze doelstellingen die daarin staan, is een rapid deployment force van, rapid deployment capacity moet ik zeggen, van 5000 mensen. Bedoeld om dan ergens buiten Europa crisis te bezweren. Maar laten we ook reëel zijn. Toen dit werd aangenomen, ging het over meer dan 100.000 Russische militairen aan de grenzen van Europa. En mijn vraag aan deze minister is dan ook of het niet zo zou moeten zijn dat een van die doelstellingen van het strategisch kompas moet zijn dat we invulling gaan geven aan 42.7 van het verdrag. Namelijk dat Europa in staat moet zijn om zichzelf te verdedigen. En dat brengt me dan ook meteen bij het volgende punt. Het gebrek aan het identificeren van strategische capaciteiten, wat een beetje weggemoffeld staat in de geannoteerde agenda van de Jumbo-raad van het kabinet. Dat is een groot probleem. En ik zie geen concrete stappen om daadwerkelijk te komen tot een Europese identificatie van welke strategische capaciteiten we nodig hebben. Ook over het Europese hoofdkwartier, wat deze dingen zou moeten aansturen, wat niet onbelangrijk is, 2025 is best dichtbij, staat dan eufemistisch dat er extra stafcapaciteit nodig is. Maar staat niet bij dat Nederland dat gaat toezeggen, of dat Nederland communicatieapparatuur gaat toezeggen, wat ook mist, of andere infrastructuur. En ik zou eigenlijk graag van deze minister willen weten of hij dat van belang is om dat wel te gaan doen. Want ik denk dat het essentieel is om ervoor te zorgen dat dat hoofdkwartier zo snel als mogelijk functioneert, dat de doelstellingen van dat kompas zo snel als mogelijk worden bijgesteld, en dat we vervolgens er ook voor zorgen dat Europa en Europese lidstaten de middelen hebben om dat kompas daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Al is het maar omdat we niet alleen onze energie hebben uitbesteed aan Rusland en daarvan zijn teruggekomen, maar we ook onze veiligheid hebben uitbesteed aan de Verenigde Staten. En we hebben dankzij Biden daar niet de prijs voor hoeven te betalen deze crisis. Hebben we Oekraïne kunnen helpen. Hebben we ervoor kunnen zorgen dat Rusland buiten onze grenzen blijft. Maar 2025 en een nieuwe Amerikaanse president die naderen. En dan moeten we klaar zijn om in het ergste geval zelf onze broek op te kunnen houden. Voorzitter, ook een voorstel van Borrell over het zelf produceren van munitie. En op zich is dat natuurlijk een prima voorstel. Maar het is ook een voorstel wat niet alleen in deze Kamer, maar ook in Europa de afgelopen maanden echt meermaals is gedaan. En mijn vraag zou zijn, hoe ver zijn we nu? Wanneer begint dan ook echt daadwerkelijk die productie? Ook gelet op moties volgens mij van collega Brekemans en Mulder eerder hier in deze Kamer. Voorzitter, dan toch nog twee landensituaties. Iran. Natuurlijk hele grote zorgen over wat daar met kinderen gebeurt, vergiftigingen. Maar ook nu net nieuws, martelingen, bewerkt met elektrische, met zwepen, met elektrische draden, seksueel misbruik. Ik kan alleen maar zeggen dat Iran natuurlijk verder geïsoleerd gaat. Maar de vraag is wel wat
de Europese Unie daar nu tegenover stelt. En als het al niet lukt om de revolutionaire garde op de terreurlijst te zetten, dan lijkt het mij verstandig om te proberen de revolutionaire garde door de Magnitsky-lijst te halen. Het is hetzelfde effect en je hebt dus niet het probleem dat je een wettelijke basis in de vorm van een rechterlijke uitspraak hoeft te hebben. Dus mijn vraag aan deze minister zou zijn of hij daartoe bereid is om dat voor te stellen. Ook het akkoord met Marokko staat op de agenda. En mijn vraag daar is hoe het eigenlijk komt dat alle Nederlandse projecten in Marokko, mensenrechtenprojecten, andere projecten, de laatste tijd lijken te zijn uitgefaseerd. Niet alleen decentraal, maar ook centraal. En welke verhouding dat heeft met de afspraken die Nederland met de Marokkaanse overheid heeft vastgelegd in dat verdrag. Voorzitter, dank u wel. Ik zou graag een vraag aan de heer Sjoerdsma willen stellen. Dus of de heer Van Dijk even mijn voorzitterstaak wil overnemen. De heer Brekelmans heeft een vraag. Ja, want de heer Sjoerdsma maakt een uitgebreid punt over het strategisch kompas. Nou ben ik het met hem eens dat Europese landen meer zouden moeten doen aan de bijdrage van onze collectieve veiligheid. En dat is ook precies de reden dat de NAVO op dit moment meer van ons vraagt. Meer van Europese landen vraagt om in te brengen. En een van de zorgen juist is ook dat je niet tegelijkertijd militaire middelen ter beschikking kan stellen voor inzetbaarheid voor de NAVO en tegelijkertijd voor de rapid deployment capacity van de EU. Maar dat zijn wel twee hele verschillende dingen. Het een gaat over het verdedigen van ons grondgebied. Het ander gaat over crisisbeheersmissies buiten de EU. En ik heb het gevoel dat de heer Sjoerdsma dat een beetje door elkaar haalt in zijn logica, dat hij zegt we moeten ons beter tegen Rusland kunnen verdedigen. Dan zou ik verwachten dat hij zegt dan moeten Europese landen meer bijdragen aan de NAVO. In plaats van dat hij zegt we moeten het strategisch kompas volledig herzien. Is hij dat met mij eens? De heer Sjoerdsma. Nee, voorzitter, daar ben ik niet met de heer Brekelmans eens. Kijk, ik denk zelf, als ik het kort samenvat, ik bedoel, we hebben onze energievoorziening uitbesteed aan Rusland, onze welvaart aan China en onze veiligheid aan Amerika. En met Rusland hebben we daar hard de deksel op het neus gekregen en hebben daar nu serieuze maatregelen genomen om dat om te draaien. Met de Verenigde Staten hebben we de mazzel dat we nu met president Biden iemand hebben die niet alleen onze waarden deelt, maar ook de transatlantische belangen zo groot vindt dat hij bereid is om daar heel serieus in te investeren. Maar in 2025, even gewoon heel reëel, is de kans best groot dat daar een president zit in het Milse scenario, die misschien meer aandacht zou willen geven aan de Asia-Pacific-regio en dus geen tijd heeft om Europa ter wille te zijn. Of een Trump of een Trump 2.0 die gewoon van plan is om de NAVO te ondermijnen. En om daarop voorbereid te zijn, zou ik zelf zeggen, of binnen de context van de NAVO, prima, ik wil geen duplicatie en ik wil ook niks ondermijnen. Maar moet Europa wel in staat zijn om zichzelf te verdedigen, conventioneel? En daar hebben we gewoon nog 2,5 jaar voor. En dat is onwaarschijnlijk weinig en dat maakt het zeer irreëel dat het lukt. Maar dat niet doen en enkel ons richten op een rapid deployment capacity die dan elders kan worden ingezet. Ja, ik vind dat bijna larikoek. De heer Brekelmans. Ja, dan toch, want de heer Sjoerdsma zei volgens mij een terecht bijzinnetje. We willen de NAVO niet dupliceren. Ja, dus ik deel zijn analyse dat met een mogelijke Republikeinse president dat er zorgelijk kan zijn in hoeverre het commitment voor de veiligheid van Europa er is en dat wij daar als Europese landen meer aan zouden moeten doen. Alleen dan zou ik zeggen, creëer een sterke Europese pilaar binnen de NAVO of zorg dat wij niet voor alles wat wij doen, dat we ook de Amerikanen daarvoor nodig hebben, maar dat ook als Europese landen zelfstandig kunnen doen binnen de NAVO. Want als de heer Sjoerdsma zegt, we moeten het strategisch concept of kompas moeten we fundamenteel herzien en ook ander type taken, ander type missie, dus ook meer richting zelfverdediging tegen Rusland, ja, dan ben je wel degelijk aan het dupliceren. Dus is de heer Sjoerdsma met mij eens dat je, zijn probleemanalyse die deel ik en dat Europese landen meer zouden moeten doen, maar dat het effectiever is om dat, als het gaat om zelfverdediging tegen Rusland, binnen de context van de NAVO te doen. Sjoerdsma. Ja, dank voorzitter. Op zich denk ik goed dat we die analyse delen, omdat het betekent dat er toch iets moet veranderen. En dat is deels datgene wat Nederland ook doet, hè, meer investeren in defensie. We gaan naar de 2% volgend jaar. Er komt een enorme sloot geld bij. Dat zien we ook bij andere Europese landen. Maar ik denk dat het ontegenzeggelijk ook zo is dat Europa ook zelf tot iets in staat moet zijn. En ja, dat organiseer je natuurlijk het liefst binnen de context van de NAVO. En dus in die zin dat je dan geen duplicatie hebt. Maar, en dat is mijn belangrijkste punt, denk ik, je moet dat ook zelf kunnen besluiten. En je moet dat ook zelf kunnen aansturen. En je moet, dus dat betekent, je moet je eigen hoofdkwartier hebben dat volwaardig is. Je moet je eigen besluiten kunnen nemen die volwaardig zijn. Je moet je ook afvragen, in sommige gevallen, of Europese besluiten over zelfverdediging, of ik noem maar zo'n land, of Turkije dan mee moet kijken met de operationele besluiten die je neemt. En in de NAVO is dat natuurlijk zo. Dus
Ik denk dat we elkaar best ver kunnen naderen. Alleen, ik zie echt wel een grote noodzaak om dat Europees... en ook met Europese besluitvorming mogelijk te maken. Duplicatie daarbij, ja, volgens mij moeten we daar gewoon slim over nadenken. En daarmee bent u weer voorzitter. Dan zou ik graag willen vragen of u het woord wil overnemen voor mijn termijn. Dan geef ik nu het woord aan de heer Brekelmans voor zijn termijn. Dank, voorzitter. Ik begin ook met Oekraïne. Want het haalt niet meer dagelijks de voorpagina's, maar de gevechten en Russische oorlogsmisdaden gaan onverminderd door. En ik wil allereerst complimenten aan het kabinet geven dat er weer een manier is gevonden om Oekraïne militair te ondersteunen. En deze week aangekondigd met mijnenjagers, droneradars en brugslagvaartuigen. En ook worden er stappen gezet om de munitieproductie te vergroten. En zoals ik eerder heb betoogd, moet dat wat de VVD betreft snel en substantieel omhoog. En er ligt nu een plan om voor 2 miljard gezamenlijk in te kopen. En mijn vraag aan de minister is of hij dat voldoende vindt. Is dit genoeg voor munitieproducenten om op korte termijn echt substantiële investeringen te doen om de productiecapaciteit te verhogen? Want zo'n beetje iedere militair analist zegt op dit moment dat dit de grote bottleneck gaat worden voor de komende maanden. Dan daaraan gekoppeld, de bodem van het budget van de Europese Vredesfaciliteit lijkt al in zicht te komen. Het einde van de oorlog is echter nog lang niet in zicht. We hebben een paar maanden geleden discussie gehad over het verhogen van het budget. Daar is besloten voor 2 miljard. Mijn vraag is of de minister bereid is om in deze RBZ ervoor te pleiten om dit opnieuw te verhogen. Dan wil ik het kabinet ook complimenteren met zijn inspanningen om de sanctieontwijking aan te pakken, onder andere met het non-paper. En mijn vraag aan de minister is welke concrete stappen er nu genomen gaan worden om een EU-sanctiehoofdkwartier in te richten. En daarnaast wil ik graag concreet van de minister weten of hij vindt dat er in het 10e sanctiepakket voldoende maatregelen zijn genomen tegen sanctieomzeilers. Want er lijkt slechts 1 scheepsbedrijf op deze lijst te staan. Maar er zijn natuurlijk veel meer entiteiten die hier aan bijdragen. Dus wat mij betreft wordt die lijst in een 11e pakket sterk uitgebreid. Ook in lijn met wat de Verenigde Staten al heeft gedaan. En mijn vraag aan de minister is of hij zich hier concreet voor wil inzetten en dat ook daarvoor wil pleiten. En tenslotte, over dit punt hoor ik ook graag hoe de minister mijn aangenomen motie om de inlichtingendiensten effectiever te betrekken bij het handhaven van sanctie, hoe hij dat gaat implementeren. Dan ga ik naar Zwitserland, want dit land weigert niet alleen om zelf wapens aan Oekraïne te leveren, werkt ook niet alleen om toe te staan dat Zwitserse wapens worden doorgeleverd, maar nu vernietigt het zelfs raketsystemen die zouden kunnen worden terugverkocht aan het Verenigd Koninkrijk. En mijn vraag aan de minister is of hij bereid is om in EU-verband te pleiten om de druk op Zwitserland te verhogen. Het is immers echt een substantiële munitie- en wapenproducent. En er zich voor hard te maken dat als Zwitserland dit standpunt niet verandert, dat we dan de aanschaf van wapens uit Zwitserland afbouwen. En tot slot, over Oekraïne. Er loopt een pilot om het Europees narratief over de Russische agressie beter uit te dragen onder landen in de Global South. En mijn vraag is of de minister dit plan zou kunnen toelichten en ook de inzet van het kabinet hierin. En neemt het kabinet hier ook de wederzijdse belangen van zowel ons, maar ook die landen in acht? En is het voornemens om samen te werken op terreinen zoals grondstoffen, waarin de EU zich tot nu toe vaak afzijdig houdt? En mijn vraag is hoeveel effect hij denkt dat dit soort pilots hebben wanneer wij als EU zeggen dat we niet bereid zijn om, per definitie niet bereid zijn om met dit soort landen handelsakkoorden af te sluiten. Want dat is in het, wat die landen het meest aantrekkelijk vinden natuurlijk aan de Europese Unie, onze belangrijkste kracht zou je kunnen zeggen. En als we dat ook onder druk van deze Kamer bij voorbaat terzijde schuiven, wat voor zin hebben dan dit soort pilots en initiatieven? Dan ga ik naar Tunesië. Ik zag het op de agenda staan. Ik ga natuurlijk met grootste spanning de geannoteerde agenda lezen. En ik dacht, nu komt het. Nederland gaat volop inzetten op een migratiedeal met Tunesië. Gaat hier het belang van benadrukken. Gaat het groots aankondigen. Maar nee. Niks daarover. En mijn vraag aan de minister is ook, we herhalen dit ritueel. Ik zei het de vorige keer al bijna in ieder debat. Maar hoeveel moties, toezeggingen zijn er nog voor nodig? Voordat het gewoon heel duidelijk is dat wanneer Nederland, dat dit soort landen op de agenda staan van de RBZ of van de Europese Raad, dat Nederland dan ervoor pleit dat migratie en het sluiten van migratieovereenkomsten de hoogste prioriteit heeft. Ik zag van de week dat Borrell in Algerije was en die zei er ook zeer weinig over. En dat stelde mij teleur. Dus graag een concrete toezegging van deze minister. Dan tot slot Iran. Onlangs de vergiftigingen van meer dan 1000 schoolmeisjes. Wacht even hoor. Meneer Van der Leeuwen, nog een vraag over het vorige punt? Nee, maar wel over de tenslotte.
Nou, maar dan stel ik voor dat u dat afmaakt, want het was uw laatste punt. En dat u dan uw vraag stelt. Ja, het regime heeft gezegd dat ze 100 mensen hebben opgepakt hiervoor. Mijn vraag is, kan de minister dat beoordelen? Is dit serieus of zijn dit schijnarrestaties? En wil de minister ervoor pleiten dat ook de EU dit ten strengste veroordeelt, zich inzetten voor onafhankelijk onderzoek en dat deze mensen op de sanctielijst worden geplaatst? Dan vandaag werd bericht van Amnesty International over de marteling van kinderen. En ook sluit ik me aan bij de eerdere vragen over, zijn er geen alternatieve manieren om toch de revolutionaire garde op de terrorisme-lijst te plaatsen? Zijn er nog juridische paden die behandeld kunnen worden? En dan wat betreft de nucleaire verrijking, mijn vraag daar, zorgwekkend 84%, of er mogelijkheden zijn voor niet een volledig nucleair akkoord, maar een afgeslankte deal om in ieder geval hier meer vat op te krijgen. Want uiteindelijk kan onze strategie toch niet zijn dat Israël het opknapt en dat wij dat op een afstand bekijken. En ik sluit mij ook graag aan tot slot bij de eerdere vragen over de rol van China in de regio. Want we zien dat die nu toeneemt. En wat zou volgens de minister het Europese antwoord hierop moeten zijn? Ja, Iran en Saudi-Arabië. Ja. Dank. En dan heeft de heer Van der Leen nog een vraag. Ja, iedere fractie gaat over zijn eigen prioriteiten. En ik weet dat de VVD geen kans onbenut laat om het over migratiedeals te hebben. Maar ik zou hem toch de heer Brekelmans willen vragen wat hij nou vindt van de ontwikkelingen op de Westbank. De wijze waarop Israël zich gedraagt, niet alleen daar, maar ook ja, dat zelfs belangrijke Europese diplomaten niet meer worden ontvangen. Dat kan toch niet onbeantwoord blijven. En ik zou graag willen weten welk antwoord de VVD vindt dat Nederland en Europa gezamenlijk richting de Israëlische regering zouden moeten geven. De heer Brekelmans. Ja, ik vind dat uiteraard een zorgelijke ontwikkeling. Het is overigens niet helemaal nieuw. Het was ook in de vorige regering waren soms de contacten wat moeilijk, ook op hoog diplomatiek niveau. Het is vervolgens wel gelukt om weer aan tafel te komen en ook vanuit de EU vervolgens onze zorgen in te brengen en wat wij belangrijk vinden. Dus ik zou nu niet op basis van wat er nu gebeurt meteen zeggen van we moeten hier hard op reageren, want dan bindt deze regering wel in. Het is eerder, als het gaat om die diplomatieke contacten, het is eerder gebleken dat ook via gewoon diplomatieke kanalen het mogelijk is om dat weer te herstellen. Dus ik zou dat eerst willen afwachten, maar als Israël en deze regering de diplomatieke kanalen afknijpt, ja, dat vind ik natuurlijk zorgelijk en kwalijk. De heer Van der Lee. Ja, en wat voor sanctie zou de VVD dan gepast vinden? Diplomatieke maatregelen? Of ziet ze ook mogelijkheden om ja, ook in economische zin de druk wat op te voeren? Brekelmans. Ja, kijk, ik vind dat wij als EU gewoon steeds heel duidelijk moeten zijn. Kijk, als het gaat om de nederzetting van politiek, dat is gewoon een strijd met internationaal recht. En daar zijn we tegen. En ik vind dat we daar ook kritisch op mogen zijn, ons kritisch mogen uitspreken. Het is denk ik alleen niet zo dat de oplossing, en een beetje andere woorden dan de heer Seder, maar wel in diezelfde lijn. Kijk, volgens mij kunnen wij als EU een bemiddelende rol spelen in dit razend ingewikkelde conflict. Door in ieder geval met beide partijen fatsoenlijke relaties te onderhouden. Wat je ook vervolgens in staat stelt om op momenten dat het moet, om die beide kanten daar ook kritisch op aan te spreken. Dus gegeven wat ik eerder zei, hè, die relatie die is eerder moeilijk geweest, dat is vervolgens ook weer hersteld. Ik zou dat eerst een kans willen geven voordat we nu gaan schermen met mogelijke sancties, dan wel economische maatregelen. Volgens mij is dat uiteindelijk, als we dat pad gaan bewandelen, is dat niet wenselijk voor een oplossing. En volgens mij zou dat ook op dit moment is dat niet gewenst. Laten we eerst proberen om via andere kanalen gewoon diplomatieke contact weer te herstellen. En daarmee bent u weer voorzitter. Dank. Dan kijk ik even naar de minister met de vraag hoeveel tijd hij nodig heeft. Ja, ik zou eigenlijk meteen door willen. Oh. Heel goed. Oh. Even plassen. Dan kijk ik even naar de kamer. Een kleine sanitaire stop met een met een rondje via de buitendeur. En dan komen we weer terug.
ja, derde premier er maar zat aan, hè? Ja. Jij hebt alleen maar tegen. Ja. Ja. Nou, ik vond wel zijn duiding van... wat was het gerecht dat we met koffietijd had maken? Dat vond ik uitstekende duiding. Te veel kokosmelk. Wat zeg je? Dat heb ik niet gezien. Nou, heb je niet gezien? Hij was op de verkiezingsdag was hij bij koffietijd. Ja. Was hij een bepaald recept aan het duiden. Ja. Vond hij, hij vond het veel te weinig kokosmelk. En er moest ook meer sambal bij. Ja. Nee, het is echt... het was niet de game changer die iedereen had verwacht, maar... Nee. Ja, maar het is goed om te horen dat jij koffietijd nou volgt. Nou ja, ik was gewoon heel benieuwd naar het concept.
Wij hervatten de vergadering. We gaan naar de eerste termijn van de minister. Ik stel voor maximaal 4 interrupties. Maar laten we het gezien de tijd, laten we het proberen kort te houden, zodat we nog een tweede termijn ook kunnen doen. De heer Hoekstra. Voorzitter, dank u wel. Goed om de commissie weer te zien. Goed ook dat nicotinepeil weer op sterkte is gebracht in de pauze. En natuurlijk dat er een nieuwe poging is gedaan door de leden van uw commissie om de problemen op het wereldtoneel nu toch echt snel tot een aanvaardbaar einde te brengen. Ik wilde het als volgt doen. Ik begin met Oekraïne en de oorlog. Daar zijn verreweg de meeste vragen over gesteld. En ook de vragen van de heer Van der Lee en anderen over Global South wilde ik ook daarin meenemen. Dan Iran, Armenië, Tunesië, Israël, Georgië, Hongarije, Strategische Kompas en Marokko. En dan heb ik volgens mij deze keer eigenlijk niet of nauwelijks nog overig nodig. Hoewel er over sommige landen niet meer dan 1 of 2 vragen zijn gesteld. Voorzitter, en dan begin ik met, zoals gezegd, Oekraïne, waar heel veel vragen over gesteld zijn. En begrijpelijk, want die verschrikkelijke oorlog duurt voort. En we krijgen natuurlijk ook we krijgen zeer indringende beelden mee over het slagveld, over Bakhmut en wat daar allemaal aan de hand is. Waarbij Oekraïne vecht als een leeuw, maar er natuurlijk ook grote verliezen worden geleden en allerlei bespiegelingen zijn over de tactische, dan wel de morele betekenis. Ik kom zo meteen nog op een specifieke vraag die volgens mij Van Dijk of anderen daarover gesteld hebben. Maar ik ga gewoon de vragen door die door deze en gene gesteld zijn. Van Dijk begon met een vraag over de Chinese voorstellen en ook over de rol van Macron en ook breder over de diplomatieke inzet. Kijk, op zichzelf zou je denken dat elke poging om vrede onder Oekraïnse voorwaarden dichterbij te brengen, dat een goed idee is. En als je er snel doorheen leest, dan zie je ook dat in dat stuk van China het gaat over soevereiniteit. Tegelijkertijd wordt de invasie daarin niet veroordeeld. En dat is natuurlijk wel echt problematisch. Want ja, dit is niet een conflict waarbij er 2 schuld hebben. Er is 1 partij die nadrukkelijk het internationale recht schendt en niets te zoeken heeft in het land van de ander. En als je dat niet erkent, dan begin je toch gemankeerd aan de discussie, laat ik het zo zeggen. Tegelijkertijd is elke poging waar Oekraïne zelf van zegt, nou, daar willen we in ieder geval het gesprek over aan. Dat heeft men hier, zei het, voorzichtig gedaan. Daar vind ik het ook niet aan ons om dat af te schieten. Van Dijk vroeg ook nog naar het bezoek van Macron. Dat vind ik lastig om daarop vooruit te lopen. Hij gaat inderdaad naar China. Sowieso is Scholz is er geweest, daar hebben we tijdens het vorige debat nog over gehad. En vind ik het verstandig dat, ook al zijn er op allerlei onderdelen, er zijn allerlei onderdelen waar we het met China op dit moment over oneens zijn, vind ik het belangrijk dat we ook met China de dialoog gewoon intensief blijven voeren. Want dat is toch verreweg het belangrijkste, al is het maar om misverstanden te voorkomen. De heer Van Dijk. Ik ben het volledig eens met de minister als hij zegt dat het problematisch is dat in dat voorstel van de Chinezen niet die invasie wordt veroordeeld. Tegelijk is het natuurlijk wel heel erg relevant dat Oekraïne Zelensky niet direct nee heeft gezegd. Wat de minister ook erkende net. Maar wat betekent dat nou concreet voor de positie van de bondgenoten van Zelensky, waaronder u zelf? Zegt u dan van, nou, dat is interessant en dat kan bevorderd worden, dat gesprek. Misschien kan die verklaring ook aangescherpt worden, zodat die invasie wel wordt veroordeeld. Bent u daarin bereid om een actieve rol te spelen? Ja, ik zie zelf verreweg het meeste heil in het voorstel wat Oekraïne zelf heeft gedaan. Waarbij wij op een van die onderdelen gevraagd zijn om de trekker te zijn. Daar gaat het echt over de kant van accountability, van gerechtigheid. En De breedte en diepte van dat plan doet, naar mijn overtuiging, het meeste recht aan wat er gebeurd is van alle pogingen tot bemiddeling die ik tot nu toe gezien heb. Dat tegelijkertijd je verschillende initiatieven in ieder geval iets van een kans wil geven, dat begrijp ik vanuit Oekraïne op zichzelf heel goed. De realiteit is wel dat tot op dit moment Rusland natuurlijk geen enkele serieuze poging heeft gedaan. In het begin een paar phony-pogingen, maar nooit serieuze pogingen heeft gedaan om tot iets van een dialoog te komen.
ondanks dat af en toe, maar dat hebben we aan het begin bij die zogenaamde onderhandelingen gezien, maar ook rondom die periode waarin Rusland heeft gezegd, nou ja, wij willen wel voor het orthodoxe nieuwjaar of orthodoxe kerstmis willen wij wel een staakt het vuren. Dat moet je, vind ik, toch allemaal lezen als, als goedkope retoriek om Oekraïne communicatief in het defensief te brengen, niet als iets anders. Want ik heb geen enkel dus ik heb geen enkel initiatief gezien waarbij Rusland serieus werk heeft geprobeerd te maken van iets wat ook maar in de buurt komt van onderhandeling. Ben ik het ook mee eens, voorzitter, afrondend van mijn kant. Het punt natuurlijk van het voorstel van Zelensky, wat ik ook het liefste zou gerealiseerd zou zien, is natuurlijk dat de Russen daar geen enkele belangstelling voor hebben getoond, voor zover ik weet. En dat is natuurlijk het grote verschil met het Chinese voorstel, dat zowel Moskou als Kiev daar in beginsel bereid waren naar te kijken. En dan is mijn vraag, zou je dan niet op alle mogelijke manieren moeten proberen om een staakt het vuren dichterbij te brengen? Ja, waarbij de Kremlin-watching is altijd een ingewikkelde bezigheid geweest. Dat is niet, het is anders, maar niet heel veel makkelijker geworden dan in de tijd van het Politbureau. Ik kan niet beoordelen of dat vanuit de Russen ook niet vooral een tactische manoeuvre is. Want ja, het zou hun relatie met de Chinezen natuurlijk in ieder geval niet helpen als ze zouden zeggen, nou ja, dit vinden we allemaal veel te mager. Maar of ik dat zo moet lezen of als een potentieel inhoudelijk commitment, dat kan ik niet helemaal overzien. Mijn overtuiging is dat wij er het beste aan doen om Oekraïne ten volle te steunen, uiteraard in de oorlog, maar ook ten aanzien van de hele dialoog over onderhandelingen en onder welke voorwaarden je die zou moeten aangaan. Want zouden we daar toch een beetje enerzijds anderzijds in opereren, zouden we daar meegaan in een deel van het Russische frame, dan maken we het buitengewoon ingewikkeld voor gerechtigheid, maar ook voor soevereiniteit. En dat is de reden dat ja, het is inmiddels bijna een mantra geworden, maar het is wel belangrijk om dat te blijven herhalen. Het is op voorwaarde van Oekraïne. Een ander alternatief, of een alternatief bestaat er niet. Maar dank en terecht dat Van Dijk er aandacht voor vraagt, voorzitter. De heer Van Dijk vroeg ook nog naar de laatste ontwikkelingen ten aanzien van berechting. Misschien daar een paar opmerkingen over, wellicht ten overvloede. Dat International Center for the Prosecution of the Crime of Aggression, dat zal bij Eurojust in Den Haag worden gevestigd. De Europese Commissie is inmiddels begonnen met een impactanalyse. Die oprichting van het agressietribunaal, dat is iets wat hele lange adem vraagt. Wij zijn voor de ontwikkeling, voor de vestiging van zo'n tribunaal en ook daarover in gesprek met partners. Zijn lid van de kerngroep. Die kerngroep wordt overigens steeds verder uitgebreid. Het is ook goed om te zien dat bijvoorbeeld een land als Guatemala daar nu aan meedoet, want dat maakt het ook niet een SEC Europese of Noordwestelijke inspanning. Maar ik zou heel graag zien dat dat nog verder wordt verbreed. Verder kan ik niet anders dan gewoon open zijn over dat de discussie over hoe dat agressietribunaal er exact uit zou moeten zien, of dat een hybride vorm moet hebben, of juist niet, of je dan moet aansluiten bij een van de eerdere presidenten of niet, die discussie is gewoon nog volop in ontwikkeling. Dus daar heb ik alleen geen nieuws over te melden. Dan, voorzitter, een vraag van de heer Brekelmans over sanctieomzeiling. Ja, zeer terecht. De heer Brekelmans was net wat kritisch over het beperkte aantal omzeilers ook op die lijst. Ik vind dat gewoon terecht. Ik vind borstklopperij altijd een ingewikkelde stijlfiguur, maar ik durf wel te zeggen dat wij relatief hard hebben getrokken met een paar anderen aan dit hele punt. Overigens, mede op instigatie, ere wie ere toekomt, van de heer Brekelmans en anderen hier zelf. Dat heeft inmiddels ook tractie in Europa. Ik ben ervan overtuigd dat we die tractie zullen weten te behouden en dat het steeds meer zal zijn. Maar ja, het gaat met stappen of stapjes. Het gaat minder snel dan ik denk wij allemaal hier graag zouden willen. Dus voor mijzelf is dat in ieder geval een aanmoediging om er mee door te gaan. En dat geldt zowel voor het listen van partijen die zich eraan schuldig maken, als, daar vroeg een van de andere leden net naar, hoe staat het nou met het opzetten van dat instituut? Volgens mij Van der Lee. Daar hebben we het helaas niet over weken. Dat gaat echt maanden kosten in de Europese bureaucratie, maar wel heel belangrijk dat er komt. En dan nog een derde vraag die de heer Brekelmans mij heeft gesteld.
over de inlichtingendiensten, die zijn erbij betrokken. Ik heb dat ook nog specifiek geverifieerd naar aanleiding van het vorige gesprek. Ik kan alleen hier niet uit de doeken doen hoe dat dan precies in zijn werk gaat. Zou de Kamer daar behoefte aan hebben, dan moeten we daar weer op een weg zien te puzzelen. Ik denk dat dat dan via stiekem zou moeten verlopen. Maar dat gebeurt wel degelijk. Voorzitter, dan een hele grote vraag van der Leyen. Die gaat over de Global South. En ik zeg een hele grote vraag, omdat er eigenlijk er gaat een bredere wereld achter schuil. Hoe ga je om met de rest van de wereld? En eigenlijk vind ik dat dit onderwerp ook overstijgt. We zien het heel nadrukkelijk bij dit onderwerp. Maar wat ik ook merk in al mijn gesprekken in Latijns-Amerika en Afrika en in Azië, is dat je onmiddellijk ook in een bredere discussie verzeild raakt over hoe gaan we de wereld met elkaar om? Hoe hou je rekening met de belangen elders? Welke bijdrage lever je niet alleen aan stabiliteit, maar bijvoorbeeld ook aan internationale handel? Hoe draag je bij aan het tegengaan van klimaatverandering daar en niet alleen maar hier? Dus het is een enorme discussie, waarbij we overigens ook niet naïef moeten zijn over hoe een aantal van die landen in de wedstrijd zit. Want die denken ook, nou ja, als ze ons nodig hebben, kijken wat wij eruit kunnen halen. Dus daar moeten we ons ook van bewust zijn. Wat ik van groot belang vind, is dat wij vanuit Nederland en vanuit Europa, ik probeer er in ieder geval zelf ook aan bij te dragen, veel actiever inzetten op die dialoog. Omdat gewoon de telefoon oppakken, maar ook presentie ter plaatse. Kijken wat je wel kan doen met op het gebied van handelsbelangen. Dat al dat soort onderwerpen toch enorm helpen. En alleen al simpel de telefoon of een gesprek aan marge van een brede vergadering, vindt men gewoon heel belangrijk. Wij zijn daar toch, in Nederland zijn er vaak transactioneler in ingesteld, voelen ons niet beledigd als er geen koekje bij de koffie zit. Hebben gewoon relatief, nou ja, laat ik zeggen, Hollandse omgangsvormen die wij allemaal onderling volstrekt normaal vinden. Maar dat is in het buitenland wel eens anders. Daar veel meer tijd en energie insteken, vanuit uiteraard buitenlandse zaken, maar ook breder vanuit ministeries, maar eerlijk gezegd ook vanuit de rest van Europa, is echt van groot belang. Wij zijn namelijk eerlijk gezegd zelf, als je kijkt naar onze presentie met een bevolking van 17,5 miljoen... en ook onze handelsbelangen, onze OS-gelden, zijn wij al, ja, denk ik dat we echt wel in de kopgroep zitten van landen die dit al doen. Maar het moet meer en het moet structureler. En die dialoog zal ik ook, ik heb het al een aantal keer gezegd, maar zal ik ook weer aanzwengelen. En ik merk dat met name bij Frankrijk en Duitsland, maar ook bij een paar anderen, gewoon tractie krijgt, omdat zij dat ook zien. Want zij zitten ook in die gesprekken met mensen die zeggen, ja sorry, maar het hemd is nader dan de rok. En heel belangrijk die oorlog. Maar had ik je al verteld over de problemen die wij hier in de regio hebben. Dus ik, voor het excuus voor de tijd die ik neem om erbij stil te staan, maar dit is iets wat wat zal blijven terugkomen, is mijn ervaring. Ja. Nee, dat is mijn inschatting. Ja. Nee, we hebben volgende week ook een debat over waar het over gaat. Maar de heer Van der Lee die heeft een interruptie. Ja, op zich waardering ook voor die brede inzet. En ik snap de logica ervan en herken ook dat het niet alleen een kwestie is die speelt nu in die vreselijke oorlog. Maar er wordt ook specifiek over een pilot gesproken. En dan vraag ik me wel af, wat is dan precies de pilot? Zijn het een aantal landen die hebben afgesproken, ja, we gaan onze brede diplomatieke inzet internationaal in het zuiden versterken? Is dat de pilot? Of is er nog iets specifieks afgesproken? Ja. Volgens mij, ik snap die vraag heel goed. Ook omdat dat heeft toch iets diffuus. Laat ik daar gewoon ook eerlijk over zijn. Omdat het is überhaupt al ingewikkeld om te zeggen, nou, we gaan ons nu met z'n allen lekker op land A richten. Dat leest land A dan ook in de krant. En die denkt dan ook, oké, wat voor chips krijg ik nu overgemaakt? Of willen ze dan wat van me hebben? Dus dat gesprek daarover is maar ten dele in plein publiek te voeren. En B, dan moet je ook bovendien goed kijken naar hoe doe je dat dan op een effectieve manier? Wie heeft de beste mogelijkheden tot dialoog met een bepaald land? Waar die pilot onder andere op ziet, is hoe coördineer je nou beter? En zorg je dat je niet bepaalde landen helemaal uit het oog verliest? Waarbij overigens natuurlijk het altijd logisch is om te kijken naar landen die zelf diplomatiek heel actief zijn. Ja, of gewoon zoveel clout hebben, dat ze hoe dan ook een vooraanstaande rol op het wereldtoneel zullen spelen. Je hoeft
Ja, je hoeft geen groot kenner van de geopolitiek te zijn om je te realiseren dat India hier alleen maar een bepalende speler in zal worden. En dat geldt natuurlijk op een hele andere manier, maar geldt ook voor een land als Indonesië. En nog een aantal landen met een bevolking van een omvang en een groei die landen doormaken, daar gaat de importantie alleen maar van toenemen. Dus misschien dat als antwoord richting de heer Van der Lee. Voorzitter, de heer Van der Lee die vroeg ook naar Lviv. Conferentie, concrete stappen. Ik heb daar de Dialogue Group on Accountability for Ukraine mogen lanceren samen met Kuleba, Reinders, Schaan en Hamran van Eurojust. Juist om zo'n coördinatiemechanisme af te trappen. En waarom is dat nou relevant? Nou ja, omdat er eerlijk gezegd best veel initiatieven zijn op dit onderwerp. Maar als je niet uitkijkt, dan mushroomt dat alle kanten uit zonder dat uiteindelijk de ogen voldoende op de bal gericht zijn. Dus afspraak om te zorgen dat iedereen elkaar op de hoogte houdt van de initiatieven. Zorgen dat je ook coherent en concreet kunt handelen. Ik heb daar bijvoorbeeld ook gezegd, ja, weet je, zoiets als het uitzenden van zo'n Nederlands team van de Moschee, dat helpt nou echt in het veld. Dat moeten anderen dan misschien willen kopiëren. Want het is toch net wat anders dan alleen maar praten over het belang van het thema. Wat we ook gedaan hebben is, we hebben ook besloten dat het ICPA officieel onderdeel wordt van van het reeds bestaande Joint Investigation Team. En er was in Oekraïne bij Zelensky en ook bij de anderen die ik gesproken heb zeer breed waardering voor onze pogingen op dit thema, wat toch zoveel bepaald niet mijn verdienste of onze verdiensten, maar wat echt als een Nederlands thema wordt gezien vanwege de reputatie van Den Haag en ook de eeuwenlange reputatie die Nederland heeft op het gebied van het internationale recht. Overigens voorafgaan door een bezoek door mij aan een centrum waar gewonde soldaten werden behandeld. Ik moet zeggen, dat was, ik word niet snel emotioneel, maar dat raakte me zeer wat ik daar aan ellende gezien heb van jonge mannen met de meest verschrikkelijke verwondingen. Voorzitter, zonder de anderen tekort te willen doen, ik heb nog een vraag van de heer Van der Lee hier voor me liggen. Familieleden invloedrijke Russen, groot voorstander van, gaan wij ook mee door. Bijvoorbeeld ook als het gaat over wapenproducenten, die kindontvoeringen, sanctieomzeiling. Verdere listings dus ook van familieleden van oligarchen, als dat daar waar dat kan. En wij zijn ook in Europa in gesprek met de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk om te kijken wat we daarvan kunnen kopiëren. Volgens mij zijn Van der Leedert en Brekelmans ook. Ik blijf elke keer, ik zal dat maandag weer doen, ik blijf toch ook regelmatig mijn verbazing uitspreken hoe het nou kan dat er toch een relatief grote discrepantie is tussen die twee lijsten. En je ziet dat wij dan steeds wel een stukje van die lijst weer overnemen. Maar ja, mijn eigen neiging zou zijn om bijna een soort copy-paste te doen en dan te kijken, zijn er dan criteria waardoor de mensen weer uitvallen in plaats van de aanpak die we nu hebben. Dus ik ga daarmee door. Maar eerlijk is eerlijk, dat gaat ondanks alle pogingen gaat dat iets minder hard dan ik graag zou willen. En overigens, complimenten, want er zijn ook mensen hier in de Kamer die wel eens via eigen contacten weer suggesties hebben gedaan die wij dan ook weer doorgeleiden naar Brussel. Mevrouw Piri opende met een zeer zorgelijk bericht van inmiddels 2 dagen geleden, namelijk die drone en wat dat dan betekent. En dat sluit precies aan bij de dialoog die zij en ik eerder ook wel eens gehad hebben. Je wil vanzelfsprekend escalatie voorkomen die intentioneel is, maar je wil ook escalatie door een misverstand voorkomen. Dat is ook een van de lessen van de oorlog. En dit, hier zie je in ieder geval dat de Amerikanen dit niet hadden voorzien. Ook hier scherp op hebben gereageerd. En dat zet dan meteen weer druk op de hele bredere situatie. Overigens, ik ben over die, want dat was een vraag van mevrouw Piri, ook in het verlengde daarvan de graandeal. Ja, dat lijkt dus nu de goede kant uit te gaan met overigens discussie over is dat nou voor 60 dagen of niet. Daar krijgen we gewoon verschillende berichten over. Eerlijk gezegd sluit ik niet uit dat zodra dat weer aantrekkelijk kan zijn vanuit een onderhandelingsperspectief, die discussie sowieso
weer opnieuw gevoerd gaat worden. Er is natuurlijk nooit afgesproken, dan gaan we nu gaan we dat onbeperkt doen. Wij zullen in ieder geval van alle kanten blijven helpen richting het World Food Program, waar wij overigens een van de top 3 donateurs zijn ter wereld. Kijk, vraag van de heer Brekelmans over het scheepsbedrijf heb ik volgens mij net gedaan. Mevrouw Piri heeft een vraag. Ja, eigenlijk een herhaling van mijn vraag. Dat was namelijk, hoe kan het dat als je kijkt waar het meeste graan dan terechtkomt, dat nu toch niet echt...